Hallootjes, hallootjes. Welkom bij een andere YouTube-video. Weer in het Nederlands. Het voelt zo gek om dit in het Nederlands te doen, omdat ik altijd YouTube-video's maak in het Engels. Maar als jullie dit kijken, kennen jullie mij vast van TikTok, waar ik altijd make-up producten uittest. En de laatste tijd kreeg ik best wel wat vragen van jullie. En ik vond het wel het handigst om dat allemaal te beantwoorden in een YouTube-video, want dan ben ik niet zeg maar gebonden aan de 3-minuten video op TikTok. Dan kan ik gewoon wat meer uitgebreid antwoord geven. Dus vandaar dat ik mijn camera er weer bij heb gepakt en een Q&A ga filmen voor jullie allemaal. Ik heb alle vragen op mijn mobiel staan, dus let's go. Allereerst vraagt Nurse SRK0, ik hoop dat ik het goed uitspreek, wat voor studie doe je? Oké, dit is echt een mond vol, maar ik doe International Media and Entertainment Management. Het is een internationale studie, dus dan krijg je in het Engels les. En het is basically management, maar dan in de entertainment business. En daar kan je echt veel kanten op. Je kan radio kiezen, je kan muziek kiezen, je kan tv kiezen, evenementen kan je kiezen. En ik wil heel graag de filmkant op gaan, want dat is waar mijn passie ligt. Ik hou gewoon heel erg veel van content maken. Als dat nou een YouTube video is, een TikTok video, een short film of een documentaire, vind ik gewoon hartstikke geweldig. En fun fact, dat heb ik allemaal gedaan. Ik heb sinds 2013 heb ik YouTube, waar ik regelmatig video's op post. TikTok, waar ik nu ook best wel actief op ben. Ik heb short films gemaakt voor organisaties en samen met mijn beste vriendin een documentaire gemaakt. Dus dat is gewoon echt waar mijn passie ligt en vandaar deze studie. En ik zit in mijn laatste jaar. Ik moet alleen nog mijn scriptie schrijven. Dus hopelijk ben ik dit schooljaar afgestudeerd. Fingers crossed. Amber vraagt, hoe oud ben je? Deze vraag krijg ik best wel vaak. En ik ben 26 jaar, ik word bijna 27. Ik ben 15 december ben ik jarig en dan word ik 27. Kan je het geloven? Ik ga gewoon richting de 30. En het voelt toch zo gek, want ik voel me niet 30. Want het hele idee van als je bijna 30 bent, weet je, dan heb je een huis. En heb je waarschijnlijk een partner, kinderen, een auto, allemaal dat soort gebeuren. Heb ik allemaal niet. Ik zit nog in mijn laatste jaar van mijn studie. Dus ja, ik voel me denk ik 21, dat je zeg maar net over de jongvolwassen drempel heen bent. Long story short, ik ben 26 jaar oud, bijna 27. Jasmijn vraagt, kan je al je favoriete make-up producten laten zien? Kan ik zeker weten, moet ik ze even erbij pakken. De make-up producten waar ik op dit moment echt helemaal verliefd op ben, zijn de BB cream van Essence. Dit is van de lijn Hello Good Stuff. Ik gebruik normaal alleen altijd BB cream. Ik gebruik nooit foundation omdat ik dat gewoon het fijnst vind. Ik hou gewoon van een lichte tot medium coverage. Full coverage ben ik niet zo fan van. En deze is zo niet normaal fijn. Hartstikke goedkoop. Maar het geeft ook echt zo een mooie finish. Het is een beetje een my lips but better. Maar dan my skin but better. En daar hou ik echt van. Daarna de soap brow van Catrice. Alle letters zijn ook weggevaagd. Omdat ik deze zo vaak gebruik. Want zoals jullie kunnen zien heb ik best wel donkere wenkbrauwen. En dikke haartjes. Dus ik vind het heel lastig om met mijn wenkbrauwen te werken. En de soap brow van Catrice werkt echt perfect. Ik krijg ze gewoon goed in shape en ze zien er ook super mooi en fluffy uit. Daarna de bronzer van Essence Hello Good Stuff. Deze gebruik ik ook heel vaak. Het bovenkantje is er af, dus die heb ik niet meer. Maar dit vind ik echt zo een fijne bronzer. Het heeft super veel pigment, maar het ziet er ook echt gewoon mooi en natuurlijk uit. Dit is in de kleur 20 Cacao Kissed. Daarnaast de Sweet Cheeks blush van NYX. Deze vind ik zo fijn, want ten eerste prachtige kleur. Ten tweede een hele makkelijke applicator. En je doet gewoon een paar stipjes en dan met een beauty blender met je vingers blend je het uit. En ik vind het helemaal geweldig, omdat ik een droge huid heb. En ik heb gemerkt dat liquid producten beter werken voor mijn droge huid. Dus ik vind het echt heel fijn om dan een liquid blush te gebruiken. Verder de Lash Princess Essence Mascara en dan de Waterproof versie daarvan. Ik heb zelf echt hele rechte wimpers. En ik ben jarenlang op zoek geweest naar een mascara die goed voor mijn wimpers werken. En heel veel werken niet goed met mijn wimpers. Maar toen kwam ik deze tegen en deze werkt perfect. Als ik het op heb, dan
gaan mijn ogen helemaal open. Mijn wenkbrauwen wilde ik zeggen. Mijn wimpers zijn dan echt super lang en gekruld. Ik vind het echt fijn. En super long lasting ook, omdat het waterproof is. En als laatst de NYX Lingerie Lip Gloss. Deze vind ik zo fijn. Het enige wat ik niet zo fijn vind is de geur. Want ik ben niet zo van de zoete geuren. Maar de kleur en de formule vind ik echt perfect. Dit is trouwens in de kleur Eurotrash. En I love it. Echt fan. En de volgende vraag is van Pretty Little Frog. Stel je mag maar één product houden. Welke zou dat dan zijn? Dan ga ik 100% voor de Essence bronzer. Want deze vind ik gewoon super fijn. En ik hou zelf gewoon heel erg veel van bronzer. Want zoals jullie kunnen zien heb ik best wel een lichte huidskleur. Dus vind ik het altijd wel fijn om mijn gezicht wat meer kleur te geven. Zodat ik er niet zo dood en bleek uitzie. Bronzer is echt mijn ding. Dus ik ga 100% voor de bronzer. En dan vraagt Spammetem. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Welke producten heb je allemaal nodig als je begint met make-up? Ik denk sowieso in je basispakket. Begin met een BB cream met een simpele lipkleur, basis oogschaduwkleuren, wat simpele kwasten, een bronzer, een blush en een highlighter. En dan de rest komt daarna wel. Want als je daar dan comfortabel mee bent, dan kan je zeg maar langzaam opbouwen naar andere kleurtjes, concealer erbij, poeder erbij, primer erbij, setting spray, contour, dat soort gebeuren. Maar ik denk dat je eerst een beetje comfortabel moet zijn met welke kleuren passen nou precies bij mij. Welke oogschaduwlooks passen bij mijn oogvorm. Hoe doe ik mijn mascara het beste, mijn eyeliner het beste, dat soort gebeuren. En daarna komt die hele mikmak met full coverage foundation en poeders en contour en zo wel. Dus ik zou het lekker gewoon simpel en basis houden en dan gewoon langzaam uitbreiden. Chantal vraagt, wat zijn je favoriete haarproducten? Die ga ik er even gelijk bij pakken. Nu ik mijn producten zo heb gepakt, lijkt het echt alsof ik gesponsord ben door L'Oréal Elvive. Is niet zo. Ik vind de producten gewoon super fijn. Dus we gaan beginnen met de L'Oréal Elvive Total Repair Haarmasker. Zoals jullie kunnen zien heb ik mijn haar geblondeerd. En dat doe je door je haar te bleken. Maar je haar beschadigt daar echt heel erg door. Bij de kapper dan bieden ze je wel zo'n Olaplex potje aan. Dat heel goed werkt by the way. Maar het is gewoon hartstikke duur voor zo'n klein potje. En ik vind dat deze, de L'Oréal Total Repair Intensief Herstellend Masker, net zo goed werkt als de Olaplex. En het is veel goedkoper. Ik gebruik het bij elke wasbeurt. En elke wasbeurt ziet mijn haar er gewoon gezonder en mooier uit. En in combinatie met de L'Oréal Elvive Anti-Pluis Serum vind ik hem echt geweldig. Want mijn haar is best wel pluizig. Dit werkt er perfect door en het maakt mijn haar echt silky smooth. Hou ervan. En verder ben ik echt fan van de föhnborstel van Kruidvat. Zoals jullie kunnen zien heb ik curtain bangs. Daarmee kan ik mijn curtain bangs echt heel mooi in model brengen. En gewoon mijn haar een beetje een leuke blow-out geven. En het is een beetje een goedkopere versie van de Dyson, vind ik. Want je hebt drie verschillende kopjes. Het werkt allemaal prima. Heb niet het gevoel dat het mijn haar heel erg beschadigt. Dus deze vind ik ook top. En als ik dan hitte op mijn haar gebruik, dan gebruik ik de L'Oréal Elvive Heat Protection Spray. Deze vind ik super fijn. En ik doe zeg maar een beetje op mijn hand sprayen. Een beetje inwerken en dan door mijn haar. En bijvoorbeeld als ik dan de föhnborstel gebruik, dan wordt mijn haar er gewoon echt super zacht en smooth door. Feline, ik hoop dat ik het zo goed uitspreek, vraagt, wat is je favo make-up merk en welke producten daarvan? Oeh, die vind ik lastig. Want ik heb meerdere favoriete merken en dan met verschillende producten. Bijvoorbeeld met lipproducten vind ik Catrice en NYX echt super fijn. Daar ben ik echt fan van. Oogschaduws vind ik Morphe helemaal top. Basis make-up zoals bronzer, blush, highlighter vind ik Essence en Catrice echt super fijn. Ja, nee, ik zou niet kunnen kiezen. Ik denk dat ik een top 4 heb en dat is dan NYX, Essence, Catrice en Morphe. En dan gaan we verder naar de niet-make-up vragen. Heb je ooit een rolletje gespeeld die iets zei tegen Nout in goede tijden, slechte tijden? En ik vind het zo grappig dat je dit hebt gevraagd. Want ja, ik heb echt een kleine bijrol. Nou, niet eens een bijrol, gewoon een extra
rolletje gehad. Waarbij Nout dan naar... Ik was met een ander meisje waarbij Nout dan naar ons toe kwam. En vroeg van, hey, hebben jullie deze man gezien? En dan moesten wij zeggen nee en doorlopen. Dat was het letterlijk. Maar de acteerkunsten waren niet geweldig. Dus ik had niet het idee dat ze dat erin zouden laten. En ik kijk zelf geen GTSD. Dus dat is wel grappig dat je dat hebt gezien. En ik vraag me nu wel echt af... Welke aflevering? Laat me dat even weten. Want dan kan ik het opzoeken en terug naar kijken. En dan een beetje cringe daar zo zitten. Chris vraagt, wat maakt je blij en waar kun je boos om worden? Ik ben best wel een simpel persoon. De kleine dingen kunnen mij heel erg blij maken. Zeg maar, als ik het idee heb dat iemand aan me denkt of zo. Daar word ik al vrolijk van. Als iemand zegt van, hey, hier, een chocoladereep. Want ik dacht, dat zou je wel leuk vinden. Dan denk ik, oh my god, geweldig, echt leuk. Dus ik kan wel echt genieten van de kleine dingen. Ik hoef niet grote dingen en gewoon het hier zijn en met mensen zijn die om je geven vind ik al prima. En waar kun je boos om worden? Je krijgt me niet makkelijk boos. Dus als je me boos hebt gemaakt, dan weet je echt dat je me pijn hebt gedaan. En ik denk waar ik het meest boos om kan worden is... Als mensen niet eerlijk zijn. Eerlijkheid bij mij staat echt bovenop. Dat is echt belangrijk voor mij. Zeg maar, als jij niet tegen mijn gezicht kan zeggen wat je voelt of wat je denkt. En dat je het idee hebt dat ik het zelf moet uitvogelen. Weet je, ik kan geen gedachten lezen. Zeg het gewoon tegen mij. Want ik heb meerdere keren gehad dat mensen dan niet eerlijk tegenover mij zijn. En gewoon niet vertellen wat er aan de hand is. Maar dat ze dan wel... naar tegen gaan doen, weet je? Een beetje gemeen en dat hun toch wel iets dwars zit, maar ze praten er niet over. Dat ik denk van, hallo, zeg het dan. Of dat ze straight up tegen mij liegen. Daar kan ik gewoon niet tegen. Wees gewoon eerlijk. En als laatst vraagt Maud, kan je een video maken met wat dingen over jou? Dat kan ik zeker weten, maar ik denk dat dat wel leuk is als dat een aparte video is. Een beetje zoals een TMI tag, wat een paar jaar geleden echt helemaal in was. Dat ik jullie gewoon vertel waar ik ben geboren, wanneer ik ben geboren, dat soort gebeuren. Wat mijn lievelingskleur is, wat mijn lievelingseten is, weet je, allemaal dat soort dingetjes. Dus laat mij even in de reacties weten of jullie een TMI tag video zouden willen zien over mij. En ik heb nu al veel te veel gekletst met jullie, dus ik ga de video afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken. Hopelijk zie ik jullie in de volgende YouTube video en natuurlijk de TikToks als je me daar nog niet volgt. Zet ik even een linkje in de beschrijving. Dan kunnen jullie daarop klikken. Want daar ben ik meer actief dan op YouTube. En ja, mocht je meer video's willen op YouTube. Laat het dan even weten. En wat voor video's jullie dan zouden willen zien. Want zoals ik al zei in het begin van de video. Ik hou gewoon echt van content maken. Dat is gewoon waar mijn passie ligt. Dus laat het me weten. En dan zie ik jullie dan. Doei doei!